Het Sinterklaasfeest voor de kinderen in de wijk Bijm gaat toch door. Dat heeft burgemeester Ruud Vreeman woensdag bekendgemaakt. De organisatie liet dinsdag weten dat het feest in de Kleinhoorn werd afgelast omdat men de veiligheid van de ongeveer 400 kinderen niet kon garanderen. Dit vanwege de discussie rond Zwarte Piet. De organisatie vreesde dat die discussie uit de hand zou lopen. Het nieuws haalde de landelijke media. Burgemeester Vreeman vindt dat het feest moet doorgaan. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid en niet de organisatie. Je kan niet het plezier van jonge mensen en kinderen verpesten door een discussie die in Nederland op allerlei niveaus gevoerd wordt. Ik vind prima die discussie, maar het mag niet ten koste gaan van de kinderen. Dus ik heb het vertegenwoordigers van de wijk zijn hier gekomen om erover te praten. En ik heb gezegd, nou ja, ik begrijp jullie ja, dat ze het zwaar vinden om de verantwoordelijkheid te nemen voor wat daar misschien kan gebeuren. Ik zeg, ik neem die verantwoordelijkheid over, want ik ben voor de veiligheid in deze stad. En we zoeken gewoon een ruimte. Misschien is deze ruimte niet zo geschikt, omdat je een beetje vol vindt. We gaan een ruimte zoeken waar het feest plaats kan vinden. En dat is op 3 december gaat het feest gewoon door. Vreeman heeft goede herinneringen aan Sinterklaas. Ik heb zelf Sinterklaas altijd als een van de leukste kinderfeesten gevonden. Een spannend verhaal. Bij de intocht merk je het ook weer dat. Ja, dat zit in mijn hart. Dan denk ik, al die kleine kinderen, ze hebben tekeningetjes gemaakt en ze zingen. Dat is toch een geweldig verhaal. Vreeman is niet zo bang dat de Zwarte Pieten discussie uit de hand loopt. Feelings effect, hè, dus wat in je hoofd zit, dat is gewoon natuurlijk al een feitelijkheid. Het enige manier om het op te lossen is dat je hun support, dat je hun helpt. En dat je zegt, wij gaan ervoor zorgen dat er gewoon een veilig feest komt en gaan we goed begeleiden. En dan hebben de kinderen gewoon een mooie middag. Het Sinterklaasfeest vindt plaats op woensdagmiddag 3 december, maar de locatie is nog niet bekend.